Ja, ik heb mijn kopcamera in de hand hoor, want het vliegt al. Het is ruim 9:30 en ik zit hier lekker op een ander plekje voor mijn laatste filmpje. In zoverre dan, van de zomer, komende zomer bij Leven en Welzijn wil ik het weer oppakken. Maar we gaan nou wel 2,5-3 maanden rust tegemoet. En dat is ook prima ook, hè? Voor onszelf, voor de hond, maar belangrijker voor de natuur. Zoals gezegd, laatste filmpje. Hè? En dan, voordat ik dan op pad ga, zoals gisteren, dan kijk ik op mijn computer. En dan denk ik, hoe deed ik dat andere jaren dan? En dan vind ik onder andere een filmpje terug van 10 jaar geleden. Bij mijn jachtmaatje Cornelis in Zeeland. En ook nog met mijn vorige hond Snip uiteraard. En een prachtige ochtend net voor Pasen. Nou ja, ochtend, ze vlogen daar ook pas na 10. Maar iedere keer duootjes van het water. En Cornelis die schiet nog vele malen beter dan ik. Dus dat was telkens boem, 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 boem. Dan kon je mooi die duootjes wegnemen. Ja, dat scheelt een broedende gans. Dat scheelt eieren schudden. En dat scheelt later vergassen. Van de dingen die ik niet doe. Maar ja, ik weet dat het gebeurt. En wellicht is dat ook nodig. Maar goed, ik denk nog steeds dat je beter voor het eieren schudden en vergassen. Die duootjes gewoon met boem, boem weg kan nemen. En het ging daar praktisch, prachtig. Ik had toen een filmpje en dat noemde ik 57 ganzen en een valpartij. Omdat ik een keer te ver achterover leunde en viel. En dat was toen het laatste filmpje. En ik herinner me ook een prachtige uitnodiging vanuit Friesland na een presentatie over Holland Ganzenland die ik daar toen gaf. En toen zei ze, wil je niet een keer bij ons komen? En toen werd ik heel verrassend, want we kenden elkaar niet goed, door erg aardige Friezen uitgenodigd en op een perceel ingezaaide wintertarwe, wat helemaal kaalgevreten werd door de brandganzen. En toen zei ze ook, ja, we moeten wel een keer gaan. En toen kon ik achter een grote trekker staan, weet je, dat was ook een blink was nog maar 8 of 9 maanden, of misschien 10 maanden, maar in ieder geval jong. En die deed het best al wel aardig, dat was ook zo'n memorabele ochtend. Nee, kom zie. Rapport. Hoor ganzen. Daar.
Oh, die blijven daar in het natuurgebied. Ja, het is niet te geloven hoeveel er daar vliegen en zitten. En ik denk dat de eerste grauwe al op het nest zit, maar die vliegt niet. Hè? Weet je, daar hoeven we niet bang voor te zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kraaien, kauwen, duiven, die vliegen wel als ze ook broeden. Maar ganzen die broeden, die vliegen niet. Dus je kan nooit een broedende gans schieten en sneu eieren of kleine pulletjes zeg maar moedeloos achterlaten. Dat kan gewoon niet. Een ander voorbeeld van een laatste filmpje rond Pasen was uit mijn serie Tok Jaagt. Dat heb ik ook een periode gedaan en dat bestond dan uit verschillende korte momenten. En toen was ik bij Arie, Maartensdijk. Daar heb ik een periode mooi en gastvrij kauwen en kraaien mogen jagen. En daar zat ik de laatste dag voor Pasen in een mooi hutje met nieuwe chokes in mijn geweer. Ja, weet je, je probeert wel eens wat, hè. Ik had het idee dat extended chokes, dat helemaal het einde was. Ja, maak geen klap uit, joh. Ik wil ook mooi even tussendoor zeggen. Ik heb natuurlijk die extended chokes. Kijk, het ziet er heel cool uit. Half-half, hè, want met staal moet je niet nauwer gaan. Nou, de conclusie is, als je erachter schiet, dan is het ook mis, hoor. Dat maakt niet uit of je deze erin hebt. Maar ook mooie dagen daar gehad. En dat was in 2017. Is natuurlijk ook alweer 7 jaar geleden. En ik zag een filmpje op mijn computer uit 2018, 6 jaar geleden. Dat was hierachter. Toen ik was iets jonger en toen wilde ik ook meemaken liggend op de grond. Want er is er ook nergens dekking op zo'n kaal weiland. En had ik een grasmatje meegenomen en met Blink samen liggend op de grond. Dat was het laatste filmpje in 2018. En ook een mooie ochtend met voornamelijk duootjes. Ja, soms vliegt een derde mee. Maar kleinere groepjes en vaak lager vliegend. En ook net voor het broedseizoen, zeg maar. Camera nog heel. Waren mijn laatste 2 patronen. Prachtig toch? Mooie afsluiting, dacht ik. Tot over 3 maanden in juli. Dan zie ik u weer. Nou, dit is dus ook het laatste filmpje voorlopig. Maar ik hoop bij leven en welzijn vanaf juni, juli hoop ik weer wat nieuwe filmpjes te maken. En, maar goed, voorlopig wil ik hier nog, is mijn doel, 1 of 2 duootjes zou leuk zijn. Hè? Want dan is het ook een jachtfilmpje. Daar vliegen de 3. Blijf.